moet zeggen, de laatste tijd, de laatste jaren, ja, is het weer voor iedereen oké om van Nederlandstalige muziek te houden. Het is wel eens anders geweest. Heb je hem nou de expressie gestuurd? Nee, niet expressie. Nee, 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 nee. Zou ik niet doen. Nee, nee. En nu kun je gas geven, oké. Nee, goed gedaan. Ah joh, doe dat helemaal relax, jongen. Doe dat helemaal gewoon relax. We zijn onderweg naar Sittard voor Tros Muziekfeest op het plein. Sta ik met meerdere artiesten voor televisie, voor de Tros dus. Altijd mooi, ik hoop dat het weer goed is. En, nou ja, ik denk wel dat de mensen in Sittard het wel leuk gaan vinden, want het is een, zijn er allemaal volkse mensen wat daar wonen. Hij houden van Nederlandstalige muziek, dus we gaan ervoor. De navigatie nou, Ex. Ik ben de weg kwijt zeker? Ja. Nieuwe weg, we zitten. Ik zal gewoon recht aanhouden, Noord. Ja? En ik zal recht aanhouden, zou ik doen, en richting Sittard. Dan kom je er altijd. Okay. We moeten hier naartoe, of niet? Ik heb best hier. Oh, wacht even. Hij pakt hem weer. Hij pakt hem weer? Ja. Dat is mooi. Ja, mijn menu te laat. Ik ben nou in Duitsland, dus, chef. Ja. Dus we zijn verkeerd gegaan, of niet? Ik denk ik ben de oorzaak al. Ja? Ja, de zon die schijnt niet en je hebt toch een zonnebril op. Dat soort mensen, denk ik. Denk ik, hoor. Johnny Logan. Die zonnebril af, man. Het schijnt hier geen zon. Jongen, jongen, jongen. Waar zit de vis? Waar zit de vis? Ja. Ik maak elk jaar een album, wat voor mij ja, toch wel heel belangrijk is. Meerdere stijlen van muziek. Ik ben erachter gekomen door de jaren heen dat ik meerdere stijlen aan kan. En toch elke keer verrassend wil zijn. Dat wil zeggen, toen die tijd met Zweven naar Geluk. En ook Radio Moradio, dat zijn liedjes. Ja, dat kun je verwachten, maar je kunt ook, ja, het moet wel bij je passen. Dat de mensen er goed op reageren. Natuurlijk, ik ben een feestmaker. Nou. Zullen we nagehoren? Nee, maar je maakt gewoon voor jezelf een keus. Oké, die stijl, die stijl, die stijl. En wat past bij je, wat past niet bij je? Kijk, dat moet verrassend zijn, maar ook niet te verrassend. Dat de mensen dat niet gaan snappen. Ze zweven naar Geluk en de Dio Amore Dio was het wel, vooral Dio Amore Dio, was echt wel, ja, dat merk je gewoon op. Ik was op een concert wat ik gaf en ik speelde toen die tijd Dio Amore Dio, maar dan met meer knuffelversie met piano. En, ja, het liedje kwam helemaal tot zijn recht, maar dat is ook weer bepaald door je fans, door het publiek. Adio, amore, adio, jij niet huilen. Die afscheid dat is maar voor even, dus droom nu je tranen. Adio, amore, adio, ik moet duren. Goed, volgende keer rij ik. Toen er zit, die zit nou in Duitsland. Hè? Dan rij ik wel. Ga je daar gewoon naast zitten. Sterker nog. Blijf gewoon thuis. Nee, ook geintje. Ja, ik heb toch wel heel steun aan mijn vrouw. Ik bedoel, zij denkt wel mee. Het concert wat er nu aan zit te komen.
Ze heeft me wel gestimuleerd, Jannes, doe het nou maar. En ik was daar wel onzeker in. Ik denk, oké, moet ik het wel doen, moet ik het niet doen. Gesprekken met haar gehad en ook met mijn kinderen. Van oké, Jannes, en pap, ga je het doen? En ik dacht, als ik het nu niet doe, wordt het nooit niet. Maar toch wel door mijn gezin en door mijn vrouw. Dat je s'avonds bij de koffie zit te praten. Of... En je denkt erover na, dan moet ik het wel doen. Maar zij gaf wel de doorslag. Ik zou het doen. Nou, is dat mooi dat ze erin meedenkt. Ik bedoel, ze doet alles voor me. Van mijn kleding tot meedenken. Ze staat natuurlijk wel op de achtergrond, omdat ze niet op de voorgrond wil staan. Maar zonder haar was ik ook niet zo ver gekomen. Ik heb een goed gezin, goede basis. Nou ja, als dat goed is, dan kun je ook stralen. En dan kun je ook aan je fans een leuk optreden geven. Maar als het thuis niet goed is, dan zit het tussen je oren en dan neem je het mee in de optredens. Maar nee. Nou, mijn vrouw die gaat niet vaak mee. Dat is natuurlijk de losoptredens in het land. Ja, dat zijn 180, 200 boekjes per jaar. Maar een fanclubdag of een cd-presentatie of een concert, daar gaat ze altijd mee. Ik moet zeggen, ze geniet ook wel van de mens. Ze geniet ook wel van hetgene wat we samen hebben bereikt natuurlijk. En daar geniet ze ook wel van. Ik luister toch wel heel veel naar, vooral als ik het voor toch wel 80% Nederlandstalige muziek hou ik van. Dat draai ik gewoon elke dag, thuis, in de auto, overal. Maar toch heb ik momenten erbij waar ik dan ook wel eens een keer een Engelstalig liedje draai. Daar heb ik met de paplepel ingegoten. Ik draaide vroeger veel mijn vader dan de Cats medley en de Cats. Daarbij Freddy Fender, toen kleine jongens van een jaartje 11, 12. Voor het slapen gaan draaide ik Freddy Fender. Otis Redding, daar heb ik een bepaald liedje van hem, vind ik gewoon geweldig. Fantastische stem. En je hebt gewoon bepaalde mensen, die kun je, is de stijl of de muziek anders, maar die bepaalde stemmen, die kunnen je raken. Een kaartje wou je? Ja, dat vind ik leuk. Je hebt drie kaartjes. Dankjewel. Ik heb een petje voor jou. Ja, die zet ik op mijn foto, of niet? Ja, dat is goed, man. Ja. En ik heb een sjaaltje voor jou. Ah, helemaal leuk. Dat denk ik goed, hoezo. Heb je foto, het toestel bij je? Gelukt? Yes. Nou, leuk. Ja, bedankt. Graag gedaan, meid. Nou, succes verder. Nou, bedankt voor dat ik even de wc mocht. Ja, zeker. En bedankt voor alles. Ik zie je, hè. Doei. Hoi. Doei. Stop, Ron, hè. Je weet een stop moet. Ja, ja. Stop, zeg maar nog een keer kijken. Links, rechts. Ja, links, rechts. Ja. Komt ja. Nee, nu kun je gas geven. Oké. Nee, goed gedaan. Ah, joh. Doe toch even relax, joh. Doe toch even gewoon even relax. Ik ben toch al te laat door jou. Is het moeilijk om manager van mij te zijn? Ik denk van mezelf wel, want ik bepaalde dingen wat ik, als ik iets te snel wil of ergens naartoe wil, planning, dat we zeg maar bepaalde dingen op één dag plannen, zeg nou doe er maar bij. En Ronald zegt van oké, jongen, je kunt alles wat willen, maar het moet ook kunnen. Nou ja. En qua agenda, qua je optredens. Waar ik, en natuurlijk het bedrijf dat ik daarbij run. Natuurlijk wel met jongens die daar werken en mijn vader die me helpt. Maar qua cd en qua planning en dat ik graag zeg maar wil. Op die tijd wil ik graag een album maken en op die tijd wil ik het graag in de winkel zien. En op die tijd wil ik graag promotie doen. Dat ik ook met een rustig gevoel op vakantie kan gaan van... Dan ben ik gewoon 2 weken kan ik genieten van mijn gezin. Ik moet zeggen, de laatste jaren, is het weer voor iedereen oké om van Nederlandstalige muziek te houden. Het is wel eens anders geweest. En misschien was het een goede tijd voor mij, het juiste moment. Waar ik over een jaartje of 19 terug. 10 jaar terug alweer. 10, 11 jaar terug. Maar van het. Zeg maar, even kijken, 10 jaar terug met Ga maar weg. Ja, dat is ook een juiste tijd aan verbonden, denk ik. Oké, het liedje moet wel aanslaan. En ze pikken toch met z'n allen een liedje eruit. Ja. En die hit is toch wel door het publiek bepaald.
ik zeg je dan. Maar nee, je hebt me iedere keer belogen. Zouden mensen en bedrogen. Ga, maar weg, ik zeg je dan. Maar weg, het is voorbij. Al heb je spijt van alles wat je hebt gezegd. Zing me! Ga, maar weg, ik zeg je ga, maar weg, je hebt me iedere keer belogen, zouden liefden en bedrogen. Je staat verboden bij ouders. Ja, een kamertoezicht. Ik zou de meisje vragen. Hallo meid, mag ik iets vragen? Ja. Tros muziekfeest op het plein. Tros muziekfeest op het plein is hier. De markt. Ja. Dat is hier. Oh, zijn we al dichtbij? Ja, gewoon de straat uitrijden. Oké, okay, dankjewel. Ja. Je wist ik, zeg, rij hier nog langs. Jij wist dus niet dat ik dit wist. Dat had jij het wel geweten. Ik wist het niet. Dat had jij wel geweten. Maar je wist het dus niet. Kijk hier. Kijk eens. Hallo. Hallo. Kan dit nog mooier? Ik heb de hele nacht alleen naar jou gedacht. Ik weet dat ik hier bij jou voor altijd wacht. Hoor, ik moet zeggen, ik heb gevraagd, dat doet de banden iets harder. Dus we gaan straks daar soundchecken. Ja, als het in de zaal niet genoeg is, nou ja, dan is het dan niet anders, joh. Maar als het qua opname maar goed is. Ja, dus dan. Ja? Nee, niet nodig. Nee. Jij maakt eigen keuze erin, jongen. Als jij denkt dat dit is goed, ik kan inprikken. Je kunt het geluid goed beluisteren en de mensen zeggen oké, het is goed. En je. Ja, nee, maar dan moet je. Nou ja, dan houden we ons daarop vast. Nee, we gaan nog een soundcheck maken, hè, jongen. Is goed, jongen. Oké, tot straks, jongen. Hoi, hoi. TV Limburg. Daar hebben in het verleden ook artiesten gestaan. En die maken gewoon gebruik van het geluid wat er staat. Ja. Maar jongens, ik weet niet of het wel genoeg is. Maar vroeger heb ik zoveel mensen komen dan, hoeveel gasten, hoeveel publiek. Nou ja, dat is een klein zaaltje, het zijn gewoon 50, 100 mensen komen. Ik zei, kun jij een zetblok gaan bouwen? Ik zei, maar dat heb geen zin. Dus hij prikt daar gewoon in. En dan een soundcheck hier, kun je luisteren hoe het is. Ik vind het nog wel wat dat de hele set moet gaan bouwen. Ja, als dat niet nodig is en andere artiesten dat ook niet gedaan hebben dan. Nee, gewoon je mengtafel en je inpriksetje en dan. Ja. Soundcheck hier en dan is het vaak goed. Johan en ik hebben samen in toen in de tijd voor mij Stadskanaal. Als ik het goed zeg, Stadskanaal, zijn we met z'n tweeën zijn we naar beneden gegaan. En Johan die kon niet zwemmen. Dus hij zei, Jan, alles wat je doet, probeer goed te doen, want ik wil niet in het water. Ja, ik ging heel goed, tot ik dacht van, hé. Hey, weet je wat? Laten we het eens niet goed doen. Dus ik kwam samen met Johan in het water. Hij kwam boven. Zo. Jannes wilde het zo graag. Het was een wens van vroeger. Oh, hij zet hem goed op de bank. Jannes, niet doen! Rustig, rustig, niet zwaaien, jongen. Want je moet die brug erover. Oh, hier. Zie je nou? Je kan niet te vroeg gaan zwaaien. Hij was enthousiast. Dat wel. Hij is allebei nat. Super dit. Oh, hey, Johan! Ah! Ja, lekker hè? Ga dan een keer mee in het karretje. Nee, ik mocht toen sturen, jongen, weet je nog. Oh. Ik weet het goed dat jij niet kon zwemmen.
Het was wel, ik dacht, je stuurde me toch in. Maar de vrouw heb ik altijd afgevraagd. Heb je hem nou de expressie gestuurd? Nee, niet expres. Nee, toch nee, niet? Nee. Ik dacht, zou ik niet doen. Nee. Ik wist dat je bang was, dus ik denk expres erin, dat doe ik echt. Oh, gelukkig. Ik had ook niet alles van je gevraagd. Je werd goed vast, maar het ging gewoon niet goed. Nee, maar ik trilde ook helemaal, want ik bedoel, ik was toch een beetje bang voor water. En ik had toch eigenlijk wel een goed karretje gemaakt. Het was een goed karretje. We moesten op die baan blijven. Maar, ja. Maar we gingen scheef toen. Ja, dat klopt trouwens. Ja, dan heb je soms van die dingen, hè. Dus, maar niks expres. Vandaag ook zingen? Ja. Ja. Ik vind het best wel spannend eigenlijk. Ja, ik wil zeggen, het is wel het tv-programma op locatie volgens mij. Ja, het is echt op locatie waar je, ja, en dan is op zo'n vakantiepark is het toch altijd, blijven de mensen nou in zijn caravan zitten of... We hebben vakantie. Ja, meestal blijven ze dan ook zitten. Maar ja, weet je wat het is? Nou ja, gewoon je feestje maken voor jezelf. En, de mensen die er zijn, moet het leuk voor maken. Maar het ergste is, ik moet het vandaag live gaan doen. Live zingen? Ik heb nog nooit live gezongen. Niet live gezongen? Nooit. Jij niet? Jij wel altijd. Ik zing altijd live. Ik zing altijd met een bandje mee. Ik zweet het helemaal uit. Joh, dat ik nu live moet. Ik dacht, kan het echt niet playback? Nee, maar jij lukt het vast. Ja, af en toe vraag je toch wel eens af. Oké. In bepaalde landelijke programma's denk ik, oké. Daar zou ik wel aan mee willen doen. Maar ja. Dan word je niet gevraagd, hè. Dat is dan balen en jammer. Ga niet altijd om muziek, maar gewoon, ja. Bepaalde programma's waarvan ik denk, oké, daar pas ik wel tussen. Ik wil ook niet, ik zou ook alle programma's niet willen doen. Ik ben al blij hetgene wat ik nu doe. Maar er zijn wel programma's, denk ik, oké, daar zou ik wel in passen. Qua stijl. Ik ben ook ontzettend blij dat ik toen die kansen gekregen met Paul de Leeuw. Ben ik 2 keer geweest. Dat was me heel kort. Maar het zijn toch momenten. Ik heb nu 671 programma's gedaan, waarvan 73 keer RTL Boulevard, 107 keer Shownieuws, 8 keer NMS Journaal, 148 uitzendingen van Lans in Lucht. Ik heb echt zo'n lijstje, maar ook van alle quizzen meegedaan, alle talkshows, alle soapseries, van Baantje tot Onderweg naar Morgen, Goede Tijden. Alles wat er op tv is, behalve opsporing verzorgd. Nou, heb je dus, regel je het zelf? Ga je zelf aanvragen doen of komen ze bij jou? Ik zal je zeggen, ik heb nog nooit een aanvraag gedaan. Ik word altijd gevraagd. Ja, maar ik zorg wel dat ze me vragen. Ja, hè? Nee, ik heb nog nooit zelf gebeld, want voor dit programma ook. Ja, ze bellen me altijd, maar ik zeg ook altijd ja. Top. Ja, we zijn bezig met busreizen. En heel veel mensen hebben daar, die gaan met z'n allen in de bus naar vanaf Drenthe naar ooit. Een klein beetje hetzelfde idee. Maar daarnaast komt ook wel heel veel mensen uit. Alle delen van het land om daar het feest mee te vieren. Lieve mensen, daar gaan we. Met z'n allen van links naar rechts. Kom! Ik wou dat ik kon zweven op de wind. Ver weg naar een paradijs. Blij als een kind. Mijn vleugels waaien niet naar jou. Op een bocht, op de mooiste zonnestraal. Alleen naar jou. Lieve mensen, al die handen, daar gaan we. Nou, hij is een super sympathieke man. Wel groot moet ik zeggen natuurlijk ten opzichte van mij, maar super vriendelijk en als je hem ziet praten over zijn droom in de Ahoy, dan straalt hij ook helemaal en dat is geweldig om te zien hoe hij ervan geniet dat hij al zo daarmee bezig is. Ja, ik vind wel goed dat de mensen met een heel blij gevoel de pauze ingaan. Jannes is natuurlijk een echte grootheid, dus vinden wij een hele eer dat hij bij ons in Rotterdam zijn concert kon doen. Ja. Adio, amore, adio. Ja, klinkt goed. Mooi.